We staan hier voor de Firefly, het oefenvliegtuig van de luchthavenbrand in Schiphol. Ja, de rechterkant was aan vervanging toe. We zijn deze op dit moment aan het opknappen. Die was letterlijk opgebrand. Nou, afgelopen week hebben we de oude onderdelen eraf gehaald, de motor, het landingsstel en de vleugel. De kranen waren nodig, veel lastig snijwerk om het allemaal los te krijgen. De nieuwe onderdelen zijn gebaseerd op een A380, dat is allemaal hartstikke groot. Aan de andere zijde hebben we namelijk een wat kleinere motor, dus heb je twee totaal verschillende objecten om mee te oefenen. Nou, de vleugel is ook van een A380, alleen iets afgekort. En het landingsstel hebben we ook laten aanpassen. En nu kunnen we naast brand ook geluid ermee geven dat hij explodeert en ook rook laten ontstaan. Bij de motor aan de voorzijde kunnen we de onderdelen laten draaien, zoals bij een echte vliegtuig ook gebeurt. En aan de zijkant van de motor zit nu ook een luik. En als je die open doet, dan zit er een schakelaar en dan krijg je in één keer extra vuur. Alsof er in één keer zuurstof bij komt. Nou, de nieuwe onderdelen zitten erop. We moeten nog testen gaan doen of het allemaal brand en naar de wens is. En of alles goed werkt. Daarna ja, kunnen we er weer vol tegenaan en hebben we heel veel zin in. Het vuur is zeker mooier als de vorige motor. Lekker groot. Je hoorde het knallen, je zag de motor draaien. Je zag de rook uit de motor ontsnappen. De hitte is veel intenser. Je moest nu echt een stapje achteruit, want het werd best warm. Ook leuk om te horen dat de mensen het heel positief ervaren hebben. Een intensievere brand, waardoor we voorlopig weer verder kunnen. En up-to-date blijven met het trainen.